We zijn in Sittard bij FB Basics, Frans Bekkers. En Frans Bekkers gaat ons alles vertellen over CIRMAR en circulariteit. Frans, hartelijk dank voor je ontvangst. Wat is FB Basic? FB Basic is een organisatie die bedrijven helpt bij het ontwikkelen van circulariteit in de breedste zin van het woord. Dat doen we langs drie sporen. Het eerste is dat we bedrijven helpen met het ontwikkelen van circulaire strategieën, concepten en feitelijke producten. Het tweede is dat we dat helpen te operationaliseren, retourlogistiek, recyclingoplossingen, gevolgde gebruikstoepassingen voor producten en grondstoffen. En de derde activiteit zijn IT-activiteiten via CIRMAR, waarbij we dus een techsysteem onder circulariteit hebben gelegd via C-Passport, C-Bank en onder andere C-Dashboard. En je noemde CIRMAR, wat doet CIRMAR precies? CIRMAR heeft IT-applicaties ontwikkeld om circulaire producten en systemen te ondersteunen. Vanuit de gedachte, het heeft geen enkele zin om een circulair product te ontwikkelen als je niet een circulair systeem eronder hebt liggen. Mm-hmm. Dus dat kan een organisatorisch systeem zijn of een logistiek systeem. Hè? Want dat waar je geïnvesteerd hebt in een goed nieuw product, moet je ook zorgen dat je dat na gebruik weer terug kunt krijgen. En dat je ook van tevoren al weet hoe je een product gaat ontmantelen en wat je met de componenten en grondstoffen gaat doen. En dat kun je ook in CIRMAR volgen. En wat is precies de relatie van CIRMAR met een materialenpaspoort? Ja, C-Passport is een van de producten van CIRMAR en dat is het materialenpaspoort. Als je een circulair product ontwikkelt, moet je weten wat je hebt. Dat moet je überhaupt voor een product moet je dat weten. Mm-hmm. Het is bedroevend hoe weinig we weten van feitelijk van producten die we voortbrengen, respectievelijk die we gebruiken. Als je een circulair product ontwikkelt, dan heb je dus daarin geïnvesteerd. En dan wil je graag die waarde, hetzij als fabrikant of als gebruiker, die wil je ook behouden. En dan is een materialenpaspoort belangrijk. Plus wat we met CIRMAR doen, en dat is wel bijzonder, wij proberen in die circulaire wereld een uniforme taal te gaan spreken. Met wat voor miningactiviteiten zijn jullie nog meer bezig als FB Basics? En misschien even beginnen, hè. Waarom zitten wij in deze business? Dat is puur van economische redenen. Willen wij in Europa productie kunnen behouden en kunnen terughalen, zullen we over grondstoffen moeten beschikken. We zijn het enige continent in de wereld dat nauwelijks nog fossiele grondstoffen heeft. In een protectionistische wereld, hè? Dus als grondstoffen al niet geologisch schaars zijn, dan zijn ze wel geopolitiek schaars. Mm-hmm. En dus wij zeggen van, probeer dan die stap te maken van wat wij noemen fossil mining, dus uit de fossiele omgeving halen, naar urban mining. De urbane omgeving is ook een bron van grondstoffen, alleen waren die niet oorspronkelijk circulair ontwikkeld. Maar goed, je kunt toch al veel eruit halen. En dus wat wij veel doen, is proberen bronnen op te sporen die geschikt zijn om weer een nieuw in producten te kunnen verwerken. Dus als een fabrikant een circulair product ontwikkelt en wil daar ook uiteindelijk gerecyclede content in gaan gebruiken, dan kan het zo zijn dat de voeding vanuit zijn eigen kringloop te klein is. Mm-hmm. Hè, dat het te weinig volume vertegenwoordigt. Dan zijn wij in staat om andere bronnen aan te boren, om daarmee ook weer te zorgen dat hij steeds meer gerecyclede content in zijn product kan gaan gebruiken. Ik heb hier een voorbeeld. Die textiel is, kun je mooi laten zien dat het uiteindelijk is gelukt. Om met een gemengde textielvezel weer nieuwe doek te maken voor de automotive industrie. Het is wel heel knap hoe ze in staat zijn om daar ook iemand druk van te maken wat voldoet aan de eisen die daarin gesteld worden. Dus echt wel heel mooi. Zijn er nog meer uitdagingen op het moment dat bedrijven met een circulaire economie aan de slag gaan? Ja, waar loop je dan zoal tegenaan? Op de eerste plaats weten bedrijven vaak niet waar hun producten zijn samengesteld of waar ze vandaan komen. Dus je moet dan, dat heet dan upstream, moet je weten welke partijen allemaal in je supply cycle zitten. Want dan pas kun je ook echt circulair gaan ontwikkelen. En wat wij doen dan in die transitie, dus het liefste maken we een paspoort voor een nieuw product. Maar als partijen zeggen, nee, oké, daar ben ik nog niet aan toe, maar kun je wel al uit gebruikt materiaal alweer een product laten maken, dan gaan we die bronnen waar ik het net over had, die kunnen we ook identificeren met een paspoort. En die krijg je een beperkt paspoort met een beperkt aantal kenmerken, maar wel dat je in ieder geval wel weet hoe je die herwonnen grondstoffen in een nieuw product kunt gebruiken. Waar bedrijven tegenaan lopen is dat natuurlijk als je met een circulair product begint, heeft dat nog niet de schaal van de niet-circulaire producten die in de massa worden geproduceerd. Mm-hmm. Dus partijen lopen dan altijd tegen een kostprijsvraagstuk aan. Ja, dit is dan een voorbeeld van de schoen, in 2015 mee begonnen. Eén model doorontwikkeld, vervolgens eind 2016 de eerste schoen. En vervolgens is de hele collectie van 90 modellen volledig circulair, inclusief het systeem dat erachter zit. Ja, dat is nogal een uitdaging. Dus dat betekent dat je toch soms wat langer aan de ontwerptafel moet zitten. Soms wat langer moet gaan zoeken naar grondstof en componenten. En soms dat je dan eventjes tijdelijk een bepaalde margedruk maar voor lief neemt.
Maar tegelijkertijd zeggen we wel tegen toeleverende bedrijven voor zo'n fabrikant, doe dat nou niet alleen. Hè. Geef dan die circulaire component, maak het niet alleen voor dit product, maar maak het voor de hele markt. Mm-hmm. Want dan krijg je weer massa, mm-hmm. en dan daalt je kostprijs weer en dan ben je concurrerend. Interessante visie. Ik wil je hartelijk bedanken voor jouw verhaal over de circulaire economie en heel veel succes in de toekomst. Dankjewel. En voor de studenten, echt stap in die industrie, want dat is echt de toekomst. Daar kun je eigen toekomst in maken.